Dit is mijn eerste huis. En zo zag het er van binnen uit. Een huge verbouwklus stond voor de boeg. Flinke meters zijn al gemaakt met het slopen. Alles is een beetje druut op één ding na. De bathroom. Die is nu aan de beurt. Pas erop. Werk aan de nieuwe badkamer is ook begonnen. Oh yes, kijk eens even. We hebben al het leidingwerk in de muur. 2 weken aan klussen bij het nieuwe huis in 1 video. Abonneer even leidjes, dankjewel. Yo, het is weer een nieuwe week van de verbouwing en jullie horen het. We worden hard gewerkt. De mannen die de keuken, de badkamer en de wc gaan inbouwen zijn begonnen. En Annie ook. Mooie trui, hè? Ja, hele mooie trui. Vind ik ook. Detieswinkel.nl. Oh nee. Nee, ze zijn niet meer te koop. Helaas, ik had helaas. Helaas. Het huis had op zich nog een mooie, ruime badkamer. Maar hij moet truut. En gauw, want er komt iets 10 keer ziekers voor in de plaats. We zijn natuurlijk al langs Tegelstudio geweest. En hebben een zieke badkamer uitgezocht. Hij wordt echt mooi. Nou, geniet nog maar even van de badkamer. Want hij gaat er nu uit. Hier, veel plezier. Jawel. Hallo. Kijk. Bubbelbadje, tot later. Woe, dat was hem. Kop thee. Pas erop. Dat was best eng. Anne, bijna dood. Ja. Ik dacht, ik sta wel veilig hoor, nee. Nou, tot zover het bad. What the fuck. Kijk, hier komen gewoon de oude tegels van de oude badkamer tevoorschijn. Anne leeft nog. Dat ging gewoon volgens de planning. Ja, sowieso. After, before, after. Zo doe je dat. Nu moet alleen de badkamermuur er ook nog uit. Want de nieuwe badkamer wordt net iets kleiner. En dan ligt de badkamer ineens op het gras. Haha, lekker. In de tussentijd was Anne ook flink bezig met het allerlaatste behangpulkwerk. Ik weet het. De badkamer is helemaal leeg, weggekapt, weggehakt. Met liefde en met geweld. En vandaag gaat het werk weer verder om het weer op te bouwen. Kijk, dat wordt uiteindelijk de slaapkamer waar we gaan liggen. En daarom wilden we dat de badkamer 30 centimeter kleiner wordt. En er komt hier vandaag een nieuwe muur gemetseld. Heb je er weer zin in? Heb je er weer zin in? Ja, kijk, want Anne heeft gisteren heel veel gas gegeven. Hè? Kijk eens hier. Gewoon al het behang is tjallas. Ja. Goed gewerkt. En daar ben ik wel klaar mee, want ik kan geen behang meer zien. Nee, dat geloof ik wel. Dan mag je vandaag de sleuven gaan uitkappen als je dat zit.
Wat een muurtje en wat een maatwerk. Onze bedroom is ook een stuk groter geworden zo. Dan vraag je je vast af, Ties, wat hebben jij en Anne de hele dag gedaan? Nou, ook een satisfying klusje. Hier zijn we goed lang zoet mee geweest. Alle sleuven maken waar de elektrapijpen in komen te zitten. Weet je wat nou wel helemaal kut is, Anne? Nee. Dat al die troep gewoon in die sleuven van de vloerverwarming komt. Ja, we hebben stofzuiger. Ja, dat is niet heel handig. Zeg maar, die vloerverwarming moest eigenlijk echt pas later komen, maar ja. Haken. Komt wel goed. Kan niet alles goed doen in de eerste verbouwing, hè? Zo. Ladies and gentlemen, it's a brand new day in het kraakpand. Het koude kraakpand. En de mannen van de badkamer hebben gas gegeven. Holy shit. Kom even kijken. Oh yes. Oh yes. Kijk eens even. Oh. We hebben al het leidingwerk in de muur. Voor de douchekop. En de wasbak, kranen en afvoer. Hier hebben we dan een nisje in de muur om de shampoo neer te zetten. En dan staan we hier straks, hè, fijn te douchen. Kijk, de afvoer van de douche zit er ook al. Ik vind dit zo mooi om te zien en wat een maatwerk hebben ze geleverd, zeg. Je ziet ook alle buizen voor de vloerverwarming die er gaat komen. En de radiator die daar komt te hangen en de toilet. Die wordt dan prachtig ingebouwd in een muurtje met nisjes erin en spotjes. Stapje voor stapje komen we er. Ah, lekker. De megalevering van Tegelstudio is onderweg. Woehoe. Tegels die we hebben uitgezocht voor in het hele huis. Ook de vloer beneden met een gekke hout look tegel. Het badmeubel met een verlichte spiegel. Bronsgouden kranen en douchekop. En prachtige wc-potten en ga zo maar door. Dit wordt echt een lijpe badkamer. Wauw, wauw, wauw. Ik kan niet meer wachten. Zonder Tegelstudio uit Tiendraai was dit natuurlijk never nooit mogelijk. Hun website staat in de beschrijving, dus check het zeker even. En volg ze op Instagram, @tegelstudio. Zo, lekker weertje, man. Het is weer een nieuwe week. En de mannen zijn al flink bezig geweest. Ik zag vanochtend dat er een vrachtwagen was. Daar zitten ze. Ja, daar zitten ze. Kijk. Oh ja, ziek. Kijk, daar loopt het precies af voor de douche. Oh, nice. Wauw, mooi hoor. En vloerverwarming zit er ook al in. Ja, vloerverwarming zit erin. Ja, Charles WC, what the fuck? Wat we willen is meer plaats. Want het was een beetje krap poepen. Yeah. We hadden er best een gekke oplossing voor. De wc-bak in de spouwmuur maken. En het lukt ook nog eens, moet je kijken joh. Dit is top, dit scheelt zeker 20 centimeter aan scheidruimte. Perfecto. Oké, 880 euro verder. Hiervan moeten we het plafond gaan maken, denk ik. Zo, what the fuck. Dat wordt wat, hè? Ja, dat wordt wat. Tot in de late uren werd er gewerkt aan de metal stud voor het plafond. Flink meters gemaakt, Dick. Lekker, hoor. Zo, dat hebben we even lekker steun. Het ruikt zo lekker. Oh, ik heb honger, hoor. Ja, we hebben even wat frittekes gehaald, ook voor de werkmannen. Frittekes. Tot. Nee, Anne. Je bent hier in Limburg en dan zeg je friet. Na het eten van een lekkere patat, gingen de badkamerbouwers weer flink aan de gang. Terwijl de mannen hard bezig zijn met een muurtje voor de wc maken, gaan wij maar lekker aan de tuin werken. Want kijk, het kan echt niet hoeveel bladeren hier liggen. Er is altijd wel wat te doen hier bij de kooi van Ties Games. Oh, het laatste stukje of niet? Ja. Ja.
Dan hopen we dat het thuis op huis. Ja hoor. Hey. Maatwerk. Maat. Maat. Dat is gewoon werk, maat. Heerlijk dat er nu dingen in het huis worden gemaakt. Ik krijg al een goed idee zo van hoe het wordt straks. De verbouwing gaat als een raket. Grote stappen worden gezet en wat een vooruitgang weer. Vergeet niet te abonneren en blijf up-to-date van de verbouwing. Joejoe!